Een van de meest opmerkelijke mensen die ik ooit ben tegengekomen is Jan Kriekels. Hij is duurzaam ondernemer, filosoof en in België ook nog eens een televisiester. Samen met zijn vriendin deed hij onder andere mee aan een realityprogramma waarvoor ze hem echt overal mochten filmen. Waarom doe je dat als serieuze duurzaam ondernemer? Ik weet het zelf niet. Op een of andere manier belandt een artiest voor je en die zei ik ga een programma maken. En eigenlijk zijn die een beetje op sukkel in het begin. En ik help die gewoon. Maar je hebt de meest maffe dingen gedaan. Je hebt ook in een soap gezeten samen met je vriendin. Ja. Waarom doe je dat? Ja, daar val je in gewoon. Daar wordt gezegd, er wordt een programma gemaakt. Ik heb nog helpen de naam uitdenken, Sky is the Limit. En dan begint dat programma. En dan doe ik gewoon. Ik zeg, je mag komen filmen wat ik doe. Dus zonder dat programma doe ik net hetzelfde. Ziet je? Ik zeg, dan je mag alles komen filmen. Gewoon, hè. Of die nu in bed duiken of op de slaapkamer zitten of... Ik ben een burner, hè. Ik beschouw de mens als één wezen, dus wat heb ik eigenlijk te verbergen ten opzichte van de mensen? Niets eigenlijk. En kan je je verhaal voldoende kwijt in die televisieprogramma's? Nee, nooit. Omdat natuurlijk tv-programma's per definitie sensationeel moeten zijn. En duurzaamheid is niet sensationeel. Hè. Daar moeten we iets anders voor vinden. Hè. Maar heb je er dan wel iets aan? Ik leer eraan. Dat als je boodschappen wil brengen, dat je toch eerlijk moet brengen van over de lijn. Want als je meegaat met de sensatie, dan vertrump je alles. Hè. En dan ga je dus heel veel sensatie krijgen, maar gaat het inhoudelijke volledig weg. Hè. Maak je ook geen duurzame communicatie. Hè. Dus op dat vlak kan ik eeuwig bij programma's blijven meedoen, omdat ik het ergens niet verschoten heb. Je blijft gewoon jezelf. Je blijft gewoon doen wat je wilt. Hè.